De lachgassensatie is kort, makkelijk te krijgen en goedkoop. Men neemt een slagroomspuit, slagroompatronen, die gevuld zijn met het lachgas, en ballonnen. Allemaal vrij verkrijgbaar. En twee proefkonijnen, Sander en Laurens. Ik heb nog nooit drugs gebruikt, dus ook geen lachgas. Ben je ook zenuwachtig voor? Gezonde spanning, zeggen ze dan. Ja. Nou, gewoon, ik zou gewoon rustig gaan zitten. Lekker relaxed in de stoel of in de bank. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik ben bang. Wow. Alles gaat slomen. Wow. Mijn handen gaan ook slomen. Het lachgas-experiment duurt kort. Sander is alweer heel snel bij zinnen. Het is wel echt even heftig. Of ja, nou ja, het is maar net wat je heftig vindt natuurlijk. Maar ik vond het wel even heftig. En je merkt inderdaad na een bepaalde tijd dat het weer langzaam, toen ik het water kreeg, dat het echt wegglijdt, zeg maar. Het proefkonijn heeft gemengde gevoelens bij deze uitgaansdrug. Het is wel een keer leuk voor een groepje, denk ik, maar niet tijdens het uitgaan of zo, of dat soort dingen. Want het is heel kort.